Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Max ICT, ROC Eindhoven en Kamer van Koophandel Brabant. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Brabant Vandaag. En het is woensdag, gehaktdag, maar ook de dag van de business. Ja, en we hebben heel veel leuke onderwerpen, want Jeroen van Max ICT komt weer vertellen over de nieuwe gadgets. En René, jij was bij de startersdag van de Kamer van Koophandel volgens mij in Eindhoven. Ja, er zijn heel veel mensen die graag een bedrijf willen gaan beginnen. En die kunnen dan op zo'n dag, de startersdag, één keer per jaar, alle informatie bij elkaar vinden op één traject. Ik ben daar gaan kijken en ik ben de starter gaan volgen. Helemaal top. Oké, dat straks. Ja, maar eerst iemand die al lang geleden gestart is. Ja, we hebben natuurlijk bij Brabant Vandaag regelmatig gasten. En die zijn met iets heel moderns bezig, iets heel innovatiefs. En dan kijk ik vandaag in de gastenlijst en denk, hey, een gast die is stratenmaker. Maar zelfs dat bedrijf stratenmakerij is niet meer zoals vroeger, Wim. Want jij zit al sinds 1994 voor jezelf in het vak. Klopt. Is het nog hetzelfde als toen? Het traditionele vak dat blijft altijd overeind staan. Alleen de grote producties en de massa's die gaan allemaal wat machinaal. Is voor het verplicht via de Arbo. Had je als bedrijf veel last van mensen die dat niet langdurig kunnen volhouden? Het is toch het was in het verleden al een heel zwaar beroep. Ik heb ze wel eens zien sjouwen met die kinderkopjes. Ik denk, hallo, we zitten de hele dag moeilijk. Klopt, knieën, schouders, handen, ja, noem het maar op. Het is aan de rug uiteraard. Ja. Het is heel zwaar beroep dat is en dat zal blijven. En elk ding waar machinaal kan, zullen ze, die ontwikkeling die gaat gewoon verder om ook alles machinaal. Maar in jouw bedrijf hebben dus dat klassieke bestraten, gebeurt er nog steeds? Jawel. Met het hamertje? Er blijven altijd nog plekjes over waar je met je machine niet terecht kan. En dan zal het toch met de hand toch weer aan de gang moeten, zeg maar. Kiezen veel mensen nog voor het beroep stratenmaker? Het wordt steeds moeilijker. Ja, hè? Het wordt steeds moeilijker. En wat je wel krijgt, of dat merken wij dan, dat die machines die we dan aanschaffen, of die we denken nodig te hebben, laat ik het zo zeggen, een klein shoveltje, daar rijden ze veel liever op, die jongere gasten, als dat ze een kruiwagen in de handen moeten pakken, zeg maar. Wim, je moet me even helpen, hè, want ik ben natuurlijk niet zo van de bestratingen. Kan je even iets meer vertellen over die machines? En volgens mij hebben we er ook beelden van. Wat voor machine gaan we zo meteen naar kijken? Dat is de Tigerstone. Daar was ik de tweede van in Nederland die ze een machine had. Dat was even een beetje proefdraaien allemaal nog. Maar ja. Op het moment hebben we het er zo druk mee dat we nog een tweede ingehuurd hebben. En het makkelijke daaraan is dat ze rechtop kunnen gaan staan. Wauw. Ze leiden minder. Ze kunnen gewoon, de rug leidt bijna helemaal niks, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk de plek om te leggen, heb je eigenlijk verhoogd? Juist, daar komt het eigenlijk, in korte lijn op neer. Het ziet er wel gaaf uit, hoor. Ik zit in een tapijtje. Ja, absoluut. En die jongen ziet erop staan. Ja, iedereen kan, het hoeft geen stratenmaker te zijn. Dus als we een groot project hebben en we hebben jongens tekort of weet ik het, en we moeten via uitzendbureaus of iets dergelijks, we zetten ze erop, we leggen het één keer uit, het begin erop opgezet en kind doet was, zeggen ze wel eens. Ja. Niet alleen bestrating, maar wat zien we hier? Dit is de baan maken van, dus eigenlijk dat deze ook altijd met een latje op de knieën is. Ja. En daar hebben we dan een lage afrijbank, noemen wij die. En die trekt heel de weg in één keer precies op hoogte. Aftrillen en de Tigerstone eroverheen. En maar elk steentje gaat nog met het handje, dat zie je dan toch ook. Dat doe ik het. Maar Wim, jullie bedrijf, dus natuurlijk zo'n weg aanleggen, dat is standaard werk, wil ik bijna noemen. Ja. We doen meer, hè? Het is niet meer alleen maar dit stratenwerk. We doen het complete verhaal, zeg maar. Als er een nieuwe riool in moet, dan halen we de oude eruit, de bekabeling eruit, weer de nieuwe infra erin, nieuwe riool. Het grondwerk, het straatwerk en het wegmeubilair en de verkeersborden. Dus een bankje in het park, ja, de WIPkip. Alles. En daarnaast hebben we nog een groenvoorzieningstak. En als er wel aangeplant moet worden, bomen struiken, noem het maar op. Als we klaar zijn. Maar dan ben je in al die jaren ook als ondernemer toch heel erg mee moeten groeien. Ja, we hebben flink, letterlijk en figuurlijk aan de weg getimmerd, zeg maar. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen, want je begint natuurlijk aan zo'n vak als stratenmaker. Dan is jongens, hoeveel metertjes moeten we doen? Ja. En dan gaan we doen. En inmiddels heb je allerlei dure machines. Ja, klopt. We zijn
ja, gemiddeld was de mensen 35 man. En ja, in de seizoenen wat druk is, maar en dan zeggen ze in het voorjaar met de groenvoorzieningstaak erbij, dan huren we toch wel een mens, man of 20 bij. Dus we zijn veel meer de manager geworden dan de staat. Ja, echt stenen raak ik niet zoveel meer aan. Nee. Zeggen we dat moet. Dat probeer ik wel, als ik zo zeg. Jullie zitten in Moergestel met het bedrijf, maar ik denk met al die machines dat jullie wel iets een ruimer werkgebied hebben. We werken iets breder als Moergestel, ja, maar de contrein is toch wel is een beetje Den Bosch, Breda, Tilburg. En als we verder moeten, hè, met de crisisprijzen, dan gaan we ook verder. Ja. De afstand is niet het probleem, laat ik zo zeggen. Oké. Okay. Nou, straks nog even verder. Pik even de leukste nieuwsbericht weer eruit en we gaan kijken naar Koppensnelle. Dag dames en heren, welkom bij Koppensnelle van woensdag 9 november. De website piersnieuws.nl meldt dat in Tilburg het luxe appartementencomplex Plaza Piersplein op sterven na dood is. Verkopend makelaar NBW Naber heeft er geen vertrouwen meer in dat het complex in zijn huidige vorm zal verschijnen. BredaVandaag.nl heeft het bericht dat een 19-jarige jongen, die op 28 oktober ontsnapte uit jeugdgevangenis Den Heijakker in Breda, inmiddels is aangehouden. De jongen is opgepakt in Tilburg en hij verbleef daar bij een vriendin. Eindhoven gaat onderzoeken of startende ondernemers in de gemeente vrijgesteld kunnen worden van de OZB. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad. Eindhoven zou hiermee het voorbeeld van Den Haag willen volgen. En BN De Stem meldt dat woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg een miljoenenclaim heeft ingediend tegen voormalig directeur Peter Span. Span zou met omstreden grond aankopen WSG grote financiële schade hebben berokkend. En paard van Sinterklaas met pensioen, zo komt nu.nl. Amerigo is inmiddels 30 jaar en werd 22 jaar lang ingezet als het paard van Sinterklaas bij intochten en fungeerde in 2005 ook in de film Het paard van Sinterklaas. De afgelopen jaren moest Sint ook wel eens op een ander paard rijden en dan ging het nogal eens een keertje mis. Zaterdag bij de intocht van de Goedheiligman staat er dus een nieuwe schimmel klaar. En dit was Koppensnelle weer voor vandaag. Graag tot morgen. Ja, Wim, heel mooi zo'n 6 meter brede machine. Maar volgens mij hebben we in Brabant ook smallere wegen. Wat doe je dan? Met handje? Nee, dan proberen we nog met andere machines de klus toch te klaren, machinaal. En daar hebben we dan weer andere machines aan kraantjes hangen. Dat we ze... In meterse pakketten worden ze aangeleverd door de leverancier, de fabriek, zeg maar. En dan zitten ze al in het patroon en dan leggen ze per vierkant. Er komt toch geen handwerk aan te pas? Nee, ja, nauwelijks. En blijft het dan goed liggen? Want vroeger kreeg elk steentje een opdonder met zo'n met zijn hamertje. Maar daar hebben ze weer hele zware trilplaten voor. Dat tikje van de hamer, dat overweegt niet met het spul wat er nu in de markt is, zeg maar. Ook zo'n vak is gewoon mooi opvallend. Dat is ook zo'n vak veranderd in de laatste tijd. Denk ik, zo traditioneel. Ja, want als ik het zo zie, jullie werken alleen voor de grote bedrijven? De kleine bedrijven ook wel, particulieren ook. Ook nog? Okay. Jawel. Ja. En zelfs tuinaanleg draai je de hand niet voor om. Want hebben ook een specialiteit binnen het bedrijf. Klopt, groenvoorziening. Ja. Dat is dan weer. Dat betekent dus echt dat als een gemeente zegt, ik moet een weg aangelegd hebben, ik bel ketelaars en hij komt, is het gewoon één... Zou kunnen. Eén woestijn met wat riolering erin moet. Maar als jij weggaat... Dan gaat het lintje doorgeknipt en is het feest. Dat zou kunnen, laat ik het zo zeggen. Maar is niet overal feest? Nee, absoluut niet. En zeker nou met de crisistijd niet. Want dan is het niet van dat de gemeente belt. Dan mag je gewoon inschrijven. En dan wie de laagste prijs heeft, mag het maken. Maar je bestaat al zo lang. Het wordt wel moeilijker op de markt, laat ik het zo zeggen.
Okay. Maar aan je machines ligt het in ieder geval niet. Nee, daar hoop ik niet. Daar zijn we mensen mee voor, laat ik zo zeggen. Ja, dat is goed. Dank je voor je verhaal. En wij gaan even boodschappen doen. En we gaan ook even kijken wat voor weer het wordt. Het weer wordt mogelijk gemaakt door Speed Heat Vloerverwarming Breda. Donderdagochtend lost de eventuele mist vrij snel op en dan is er weer volop ruimte voor de zon. Blijft droog, maximum temperatuur loopt op tot lokaal 13 graden. De wind is oostelijk en overwegend matig. Op vrijdag 11-11-11, zonnig en droog weer, circa 13 graden. In het weekend verandert er nauwelijks iets aan dit weerbeeld. Veel zon, droog, met op zaterdag 14 en op zondag 12 graden. In de nacht wordt het dan een graad of 5. Het weer werd mogelijk gemaakt door Speed Heat Vloerverwarming Breda. Ja, nu herkent hem natuurlijk al. Al jarenlang gast en vaste gast hier aan tafel wanneer het gaat om alle gadgets en alles wat er gebeurt op de computergebied. Welkom Jeroen van Dalen van Max ICT. Ik zat al te kijken op tafel. Normaal zien we hier mooie telefoons liggen of computers, maar nu zijn het harde schijven. Nou, het enige wat ik van harde schijven weet en gelezen heb, is dat in 1956 de eerste geïntroduceerd werd door IBM. Ja. 55 jaar geleden. Ik denk iets groter als die van nu. Dat klopt. En waarschijnlijk met de capaciteit van 3x niks. Maar het is allemaal heel bijzonder wat hier op tafel ligt. Ja, bijzonder en tegelijkertijd ook weer heel gewoon. De harde schijf zoals die hier ligt, die kennen we eigenlijk allemaal. Waarom ik dit heb meegenomen is eigenlijk vanwege de actualiteit. Er is toch eigenlijk wereldwijd op dit moment een redelijk groot probleem. Het probleem heeft te maken met aan de ene kant de aardbeving die heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant de overstromingen die zijn geweest in Thailand. Nou, daar staan toevallig ook de fabrieken die met name de producten van zo'n harde schijf leveren. Die staan in Thailand? Ja, de twee grootste die voor 80% aan alle partijen die harde schijven produceren en maken, die leveren daar naartoe. Wow. Die zijn volledig onder water komen te staan. Productie ligt helemaal stil. Er zijn mensen verloren gegaan natuurlijk door de overstromingen. En daardoor ligt ja, de hele productie nu stil. Dus er komt nu een wereldwijde opdroging van de beschikbaarheid. Dat zie je nu langzaam aan, zie je dat ook in Nederland gebeuren. Het gevolg daarvan is dat die harde schijf heel erg schaars aan het worden is. Gelukkig hebben wij nog net op tijd een aardige voorraad weten in te slaan zelf. Maar we zien gewoon dat op dit moment zo'n harde schijf ja, al een factor 3-4 keer duurder aan het worden is dan dat die normaal gesproken is. Maar dat heeft dan ook gevolgen voor al die apparatuur waar die harde schijf in zit. Ja, en dat is veel duurder. Ja, want hè, je zou kunnen zeggen, waar zit die harde schijf niet meer in? Bijna ieder apparaat wat je ook bedenkt, daar gaat een harde schijf in. Dus het raakt niet alleen maar een desktop of een notebook of een tablet. Het raakt heel veel aspecten binnen de ICT. Wat we als bedrijf natuurlijk allemaal gebruiken, maar ook als consument dadelijk in december weer willen kopen voor de partner of wie dan ook. Dus het gaat een probleem worden wat zich ook naar 2012, en men verwacht zelfs kwartaal 2 en 3 nog gaat doorzetten. En dat betekent ook dat de grote fabrikanten hebben inmiddels ook aangegeven dat het tekort gaat zorgen voor 30-40% minder beschikbaarheid. Dus ook de PC wordt duurder, ook de laptop wordt duurder, de tablet wordt duurder. Alles wordt duurder waar een harde schijf in zit. Dus zijn er mensen blij geweest met die overstroming dan straks? Ja, moet je daar blij mee zijn, vraag je je dan af. Het is natuurlijk een steeds groter wordend probleem. En ik denk met name bedrijfsmatig. Want als je echt die schijven in een server hebt draaien, je bedrijfsomgeving die draait daarop, de kern van je bedrijf, ja, dan heb je denk ik toch wel een uitdaging. Dus ik kan alleen maar zeggen, bedrijven die dus, en wie niet, werkt met harde schijven, wees kritisch, denk goed na wanneer je nu nog eventueel wat schijven kunt inslaan. He, wanneer je investeert. En want als je geen backups, geen reservedisk hebt liggen, ja, dan heb je een probleem dadelijk. Ja. Goeie tip. Maar je hebt er toch twee meegebracht? Ja, want deze evolutie die hebben we gehad, van die hele grote schijf van IBM naar een wat kleinere, deze heeft ook zijn beperkingen. Eigenlijk zou je bij die harde schijf moeten zeggen, er zijn twee dingen van belang. Eén is de snelheid waarmee zo'n harde schijf data beschikbaar kan stellen. Nou, dat is in de loop der tijd is dat flink verbeterd via SCSI naar IDE, naar SATA. En tegenwoordig zitten we al op snelheden tot 600 MB per seconde. Nou, dat is vreselijk snel. Maar het nadeel van zo'n schijf blijft nog altijd de toegangstijd. Hè? Hier zitten bladders in en er zit een leeskop op en die moet gaan zoeken waar die data staat. Ja, dat is een probleem, dat is niet snel. Dat gaat ook niet sneller worden. Die harde schijf loopt tegen zijn fysieke beperkingen aan. Kan ook niet sneller worden, zou die te warm worden. Zit aan zijn maximum snelheid. Juist. Dus ik denk dat we in de evolutie van deze harde schijf gaan we nog meemaken dat die net boven de 4 terabyte gaat komen. Op een enkele harde schijf met 5 bladders, maar daar houdt het op.
Daardoor is de SSD automatisch gekomen. Het probleem zit in de onderdelen hiervan. Maar SSD is een andere techniek. Dat is flash techniek. Hier zitten geen bewegende onderdelen in. Die wordt niet warm. En die is veel sneller. Daar waar zo'n harde schijf 5 tot 10 milliseconden nodig heeft om een stukje te zoeken op die schijf, gaat deze in veel te sloom natuurlijk ook, hè? 4 ja. tot 5 milliseconden. Nou ja, je bereikt maximaal 15.000 toeren per seconde. Ik bedoel, het is niet heel langzaam, maar het heeft beperkingen. En die SSD die heeft eigenlijk geen beperking. Het is wel zo dat die SSD nog steeds prijs per gig is die relatief duur ten opzichte van een harde schijf. Maar hij is veel betrouwbaarder. Hij is onbeperkt natuurlijk. Ja, hij is onbeperkt. En de grootte van zo'n SSD, want daar zat ook nog een probleem in, ja, die is inmiddels zo groot dat de grootste SSD's, die zijn al 1,5 terabyte groot. Nou, ik zei net dat de grootste harde schijf nu is dan 3 tera... en die gaat richting de 4 nog in de loop van volgend jaar. Dus je ziet dat die SSD daadwerkelijk ook in datacenters, et cetera, zorgt voor een veel energiezuiniger verbruik. Ja, en als je dan weet dat we met elkaar in de hele wereld op internet 1,5% van de totale powerconsumptie verbruiken, ja, dan kun je dus met zo'n SSD, als we dat met z'n allen gaan gebruiken zo langzaamaan, en ook als antwoord op het tekort wat er nu is, dan heb je maar die ook komen dan niet uit Thailand, die? Deze komen niet uit Thailand, nee, nee. En het tekort wat hierin zit, is er niet, want dit is flashgeheugen. En dat is een ander soort geheugen eigenlijk als dat hier blatters in zitten. En waarom gaan mensen niet gewoon over op die? Nou, omdat de kostprijs eigenlijk per gigabyte die je opslaat op zo'n SSD is relatief nog een stukje duurder als dat je dat op een traditionele harde schijf hebt. Maar wat je wel steeds meer ziet is dat die SSD eigenlijk in een laptop wordt geplaatst om je operating system mee te booten. Bij tablets zie je dat ook. Je zet hem aan en je hebt eigenlijk vrijwel direct kun je aan de slag. Ja. Terwijl bij de PC moet je hem aanzetten, dan kun je een kop koffie halen en dan kun je aan de slag. Okay. Maar als ik dat toch even mag samenvatten, Jeroen. Dus je adviseert mensen, met name natuurlijk bedrijfsleven, maar ook particulier, van mocht je de komende tijd toch overwegen om je computer te vernieuwen, om je harde opslagsystemen te vernieuwen, is het nu de tijd? Is het nu de tijd? Wees er op tijd bij, anders heb je wellicht, en zeker bedrijfsmatig, dadelijk echt een groot probleem. Ja. Je hebt nog iets bij. Ga je daar zo meteen ook nog iets over zeggen? Ja, dan gaan we eerst even naar mensen die misschien inderdaad ook wel een bedrijf willen gaan starten. Want René, jij was op de startersdag van de Kamer van Koophandel. Ik ben een van die starters, heb ik gevolgd. En we laten zien wat zo'n starter meemaakt op zo'n dag. De eerste zaterdag van november, traditioneel al bijna, de startersdag. Ja. Vandaag staan we hier in jouw eigen gebied, in jouw eigen zeg maar, Midden- en Oost-Brabant gebied in Eindhoven. Landelijk 20.000 bezoekers, wat verwachten jullie in Brabant? Ja, zo'n 3.500 bezoekers. 3.500? Ja, dus 1 op de 6 bezoekers aan de startersdag vindt hier plaats, in ons regio. Dat geeft wel aan, we leven niet alleen in een hele slimme regio, maar ook in een hele ondernemende regio. Zijn wij zo ondernemend, ja? Als Brabant, dat zou je bijna verwachten. De laatste jaren zien we heel erg sterk dat wij een sterke stijging hebben. Zeker in het Brabantse ten opzichte van het landelijke. En dat geeft wel de kracht van de Brabantse economie weer. Wat is nou het gemiddelde beeld van zo'n starter? Is dat jong, is dat oud, is dat man en vrouw? Nou, heel gemiddeld is die 39 jaar. 60% is man, 40% is vrouw. De meeste starten in de dienstverlening. En het aantal vrouwen is de afgelopen jaren natuurlijk sterk gestegen. Wat maakt een potentiële starter verwacht op zo'n startersdag? Wat gaat hij zien? Wat gaat hij meemaken? Nou, het is eigenlijk gewoon een heel compleet evenement waar alles wat een starter of een beginnende ondernemer nodig heeft aan informatie, aan begeleiding, maar ook aan inspiratie kan vinden. We hebben hier allerlei stands van deskundige instanties. Maar ook hele ervaren ondernemers die startende ondernemers echt wegwijs kunnen maken. Kortom, je kunt hier echt op een dagje helemaal opladen om te weten of je geschikt bent om als ondernemer van start te gaan. Dus in plaats van dat je als ondernemer al die verschillende instanties af moet, naar het belastingkantoor, naar je accountant, naar je belastingadviseur, naar de Kamer van Koophandel. Ja. Nu komt iedereen naar jou toe als het ware. Ja, dit is in één keer alles bij elkaar. En dat doen we eigenlijk in aanvulling op de dienstverlening die wij natuurlijk door het hele jaar hebben. Maar zo'n evenement geeft er natuurlijk een extra schwung. En dat blijkt ook wel uit de deelnemersaantallen. Ja. 20.000 landelijk. Dat is toch echt gigantisch. Ja. Maar als je dan zeg maar, hier tussen de 3.500 bezoekers schrijft, alleen al in Brabant. Ja. Hebben jullie ooit gemeten hoe willen we nou uiteindelijk echt in het vak gaan na zo'n bijeenkomst? Nee. Met andere woorden, hoe nuttig is zo'n dag? Nou, wij weten dat zo'n 250.000 mensen jaarlijks met het idee lopen om een onderneming te starten.
Vorig jaar zijn er 125.000 daadwerkelijk gestart. Dus een stijging van 17%. Dat houden we wel bij. We zien dat de meeste daarvan ook succesvol zijn. 1/3 beëindigt zijn pogingen na zo'n 3-4 jaar. Maar dat gebeurt meestal zonder faillissement. Ja. Dan hebben jullie elk jaar, vind ik wel iets nieuws. Ik kom hier al een aantal jaar op die startersdag. Dit jaar zag ik dat jullie zogenaamde topcoaches hebben. Wat zijn dat? Zijn dat ondernemers al? Of dat zijn die ervaren gerenommeerde jongens. Gerenommeerde jongens en dames die echt de klappen van de zweep kennen. En die bereid zijn om hier hun ervaringen te delen. En dat vindt heel erg... Dat valt heel goed in... Dus niet alleen tips, maar ook waarschuwen voor de valkuil. Dat is niet altijd roze geur en maan. Wij begeleiden zelf als Kamer de ondernemer ook aan een 10-stappenplan. En een van de eerste dingen is leer jezelf kennen. Want niet iedereen is in de wieg gelegd voor ondernemer. En wij willen ondernemerschap als Kamer stimuleren en bevorderen. Maar wel verantwoord. Zorgen dat mensen goed rekenschap geven van wat ze zelf kunnen en willen. En hun mogelijkheden, zodat er geen ongelukken gebeuren, om maar zo te zeggen. Okay, jij moet je vandaag in drieën splitsen, want je gaat op alle drie de locaties. Want je zit behalve Eindhoven vandaag ook in Tilburg en in Tilburg. Ja. Nou, heel veel succes vandaag. Dankjewel. En hopen dat we weer een hele hoop ondernemers erbij krijgen. Ja, prima. Dankjewel. Dankjewel. Nou, René, volgens mij een hele interessante dag daar in Eindhoven. Nou, ik denk dat iemand die ook maar de gedachte heeft om een eigen bedrijf te beginnen, die haalt daar toch in één dag heel veel informatie, waar die anders denk ik toch wel een week of 3-4 mee zoet zou zijn. Ja. Dus, wel een aanrader. Maar het is maar 1 keer per jaar. Ja, even wachten. Jeroen, je hebt nog 1 iets bij je waar je graag iets over wil vertellen. Ja. Wat wij ook heel graag willen weten. Ja, ik heb een behuizing eigenlijk meegenomen. Waarom? Omdat mensen nog steeds denken, als ik een harde schijf heb, dan zit die uiteraard in mijn pc. En als ik dan een backup wil gaan draaien, dan zal ik die pc open moeten maken en zal ik die harde schijf eruit moeten halen. Maar het is net zo makkelijk dat je die harde schijf bij je kunt hebben. In je binnenzak, en dat je die mee kunt nemen en makkelijk kunt aansluiten. Nou, als er een tekort is op deze schijven, dan betekent dat ook automatisch dat op het kleinere formaatje wat in notebook zit, 2,5 inch, dat daar ook een tekort op ontstaat. Die zijn nog iets beter beschikbaar dan die hele grote. En wat je dus zou kunnen overwegen is te zeggen, ik ga een behuizing aanschaffen waarmee ik die harde schijf extern koppel aan mijn computer of laptop. Die wordt via USB gevoed. Dus je hebt geen voeding extern meer nodig waar je ook bent. Je plugt hem aan en je hebt je data beschikbaar. Dus je hoeft niet per definitie zo'n grote schijf te hebben. Je kunt het ook met 2,5 inch doen. Sterker nog, er zijn ook docks beschikbaar. We hebben daar een overzicht op gemaakt op de website. Daar kunnen klanten ook naar kijken. Hoe je die harde schijf zeg maar kunt inzetten. Je hoeft hem niet altijd dus intern in je computer te hebben. Je kunt hem ook gewoon inbouwen. Die wordt gewoon mobiel meenemen, klaar. Ja, of dokken. Ja, dat je hem gewoon op je werkplek in een dok stopt. Ja. En je hebt gelijk je data beschikbaar. Hoe hou je het allemaal bij, Jeroen? Ik zat elke keer wat te kijken. En hij weet ook overal al zo veilig over te vertellen. Echt heel knap. Ja, heel knap. Wat tijd voor een beetje traditioneel werk. En het traditionele werk hebben we natuurlijk ook elke week in ons programma Bikken in 1000 Tikken. En opnieuw gaat de student van ROC Eindhoven de uitdaging aan om ons in 16 minuten... ons eigenlijk ook weer niet, hè? Om ons in 16 minuten een fantastische maaltijd voor te zetten. Kijk mee. Zo, de toeter is in beeld. Ik weet niet of ik de luchtdrukker allemaal nog uit kan krijgen met dit programma. Want ik heb vandaag Luc uitgenodigd die mij geweldig gaat redden. Hey Luc, vandaag in een andere setting. Lekker voor mij koken. Wat ga je vandaag voor ons maken? Ik ga vandaag een gerechtje maken. Een stukje claresfilet. Dat is een Brabantse vis. Die wordt gekweekt in Erp op een bedje van prei. Met een paar gepofte tomaatjes en een saus op basis van kreeftenbisque. Ben jij er zover helemaal klaar voor? Ik ben helemaal klaar. Dan wens ik jou veel succes en gaat de tijd nu lopen. Aha, jij gaat de olie in de tomaatjes doen en dan mag ik die zeker in de oven gaan zetten. Dat heeft helemaal goed. Kijk, voor handelspandiensten mag je hem inzetten. Hè? 160 graden? Ik heb nu de oven voor 160 graden en dan gaat hij circa 5-6 minuutjes in. Doe een klein beetje olie en peperzout overheen voor de smaak alvast. En dan kunnen we hem dadelijk... Maar je kan ze erin doen? Je mag ze zo inzetten.
Ik zie dat jij sinaasappelpartjes gebruikt voor de saus versus je drankjes. Ja. Ik vind het wel een heel aparte combinatie. Het is gewoon een combinatie die heel mooi samen gaat. En daarom gebruiken we het ook, omdat het één geheel moet worden. Ja. Oké, die ziet er mooi stevig uit. Ja, het is een stevige vis. Het is wel komt van een rond vis. Oké. Ik bak hem nou rustig aan, die mooie kleur krijgt van alle kanten. Dan schuif ik hem ook een paar minuutjes in de oven, zodat hij mooi glazen van binnen is. Okay. Het gaat ook gewoon op 160 graden erbij. Ja. Oké. Okay. Dus ik krijg het druk vandaag. En dit ga je nu bakken. Dat ga je op een beetje doen van prei. Ja, prei doe ik daar te stoven. Een klein beetje een boter in de pan, stoof hem daar even. En dan peper, zout, komt hij mooi onderop. Oh, lekker. Oké. Okay. En dan krijg je in één keer een mooie kleur, heel intens. Ja, ja, mooi bruin, goudbruin kleurtje, ja. Dat is belangrijk. Ja. Kijk ook even de andere kant, die is ook mooi. Ik kan dat gewoon weer in de oven zetten, denk ik. Hè? Ik zal hem heel even op smaak brengen, een klein beetje peper en zout. Hoe lang mogen ze in de oven? Ze mogen 5 minuutjes in de oven op ongeveer 160 graden. 5 minuten op 160. Bij de tomaten. Mogen we gewoon bijzetten. Ja, ik ga nu de prei stoven. Ja? Je moet alleen zorgen dat je hem niet te lang stoopt, want dan krijg je het snot-effect. Je wilt altijd wel een klein beetje een bite houden. Ja? Dus dan doen we er gewoon in een botersmelk op hoog vuur, doen we hem daar in en dan zetten we hem rustig aan laag. Ja, ja. En jij hebt voor je saus heb jij een kreeftenvol. Kunnen de mensen gewoon kant-en-klaar in de supermarkt kopen. Daar heb jij, of doe jij verse chiderans bij? Ik doe een klein beetje verse chiderans bij en die dan breng ik hem even aan de kook, dat hij een beetje reduceert, dat de smaak sterker wordt. En dan nog een paar verse stukjes, verse partjes sinaasappels doorheen om eventueel af te generen en over de vis te doen. Nou, geweldig. En dan voegen we nou een klein beetje chiderans toe. Oh ja. Ja. Dus je ziet die binding al meteen komen, hè? Ja, en dan kunt u het makkelijkst even met de staaf mixen, zorgen dat die goed vermengd. Ja. En hij wordt meteen wat iets slik. Schuimig, hè? Oké. Okay. Zal ik de vis pakken met die staat er 6 minuten in? Ja? Ja. Dan gaan we nu het bord traceren. Dan doe ik hem nog heel even opstaan voordat ik hem op bord leg. Dan heb ik mooi het schuim erbij. Dan hebben we zo het gerechtje met de Brabantse clares. Luc, jij bent de eerste die zelfs het gaat redden in 16 minuten en 40 seconden die de keuken ook opgeruimd heeft. Bedankt, dank jongen. Dank u. Dit was Brabant Vandaag. Mocht je nog iets terug willen vinden, bijvoorbeeld het recept van vandaag, dan kijk even op onze website www.brabantvandaag.nl. Ja, of wil je reageren of ons volgen, dan kan natuurlijk via hashtag Brabant Vandaag Twitter-account. Helemaal goed. Tot morgen voor weer een nieuwe uitzending van Brabant Vandaag. Wat mij betreft tot volgende week. Ja. Brabant Vandaag werd mede mogelijk gemaakt door Max ICT, ROC Eindhoven en Kamer van Koophandel Brabant.